Welkom bij Gemeente Nieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Zomeren. Heemkundekring De Vonder Aste Zomeren is bijna klaar met het digitaliseren van de foto's van de gemeente Zomeren. Dat doen vrijwilligers van de Heemkundekring in de pastorie van de Lambertusparochie. Harry Ottenheim van de gemeente Zomeren en Johan Smits, fotoarchivaris van Heemkundekring De Vonder Aste Zomeren, geven tekst en uitleg. Je bent archiefbeheerder bij de gemeente Zomeren, maar je bent met je plek verhuisd? Nou, met mijn plek verhuisd? Ja, even voor deze klus zitten we in de pastorie in Zomeren. Wat is een klus? Dit is een klus, die noemen wij officieel het digitaliseren van het fotoarchief van de gemeente Zomeren. En daar zijn we in 2009, 2010 mee gestart, met een officiële aanvraag van de Heemkundekring. En in 2010 heeft het college besloten om mee te werken aan dit verzoek, om zoveel mogelijk foto's digitaal in beheer te geven. Want jullie zaten ermee in de maag? Nee, wij zaten nog niet meer in onze maag. Die foto's hadden keurig een plek in een kast bij het secretariaat en werden regelmatig beschikbaar gesteld, fysiek. Maar uiteindelijk, de Heemkundekring had een directe wens om zoveel mogelijk foto's digitaal beschikbaar te krijgen. Want die wisten dat jullie foto's hadden die zij niet hadden? Ja, dat klopt. Dat is waar. Wij hebben een bestand van ruim 9000 foto's, dus dat is nogal wat. Een hele waardevolle collectie. Dus vanuit de cultuurhistorisch oogpunt zeker de moeite waard om daar heel goed mee om te gaan. Wij hebben daarnaast in overleg met het RAC ook afgesproken dat wij vanwege de samenwerking binnen het regionaal historisch centrum Eindhoven, nadat Deur en Helmond ging vervallen, afgesproken om zoveel mogelijk archiefbescheiden digitaal beschikbaar te hebben voor de lokale bevolking. En dat geldt niet alleen voor Zomeren, maar voor alle deelnemende gemeenten in de regio. En daar is dit een van de klussen van, zeg maar. Ja, zeg je zoveel mogelijk, waarom niet alles? Het is toch maar gewoon digitaal opgeslagen, dat kost toch niks? Nou, dat kost wel degelijk iets. Ja, dit toevallig niet, omdat we hier met heel veel vrijwilligers werken, maar als wij archieven, papieren archieven willen digitaliseren, dan moet dat door professionele bedrijven gebeuren. Omdat je, als je digitaliseert, dan moet je uiteindelijk ook papieren archieven weg gaan gooien. En dan spreek je van substitutie. En daar zitten archiefwettelijke bepalingen aan vast, waaraan je moet voldoen. Dat zal ik technisch niet allemaal uitleggen, want dat gaat te ver. Maar dat heeft wel allemaal juridische ondergrond. Is een gemeente ook verplicht om een archief te bewaren? Jazeker, daar hebben de archieven voor. Hebben we foto's te bewaren? Foto's als die onderdeel uitmaken van een zaak of van een proces, dan is het archiefmateriaal, dan ben je verplicht om ze te bewaren. Maar deze collectie van 9000 foto's is een collectie die is ontstaan uit giften van derden, vanuit de lokale bevolking. En dat is vroeger actief gedaan door Dree Remery, mijn voorganger bij de gemeente Zomeren. En die ging ook in zijn tijd regelmatig op pad met Koos van de Heuvel, onze gemeentefotograaf. En die zijn heel veel mensen en activiteiten en locaties in Zomeren vast gaan leggen op foto. Maar er waren twee heemkundige fanaten, of niet die twee? Ja, dat klopt. Vooral Dree die had heel veel interesse in lokale historie. Dat was ook een onderdeel van zijn taak. Dat is in de loop der tijd vervaagd. Ik ben daar bijvoorbeeld veel minder mee bezig, nauwelijks zeg maar de tegenwoordige tijd. Maar daar hebben we dan weer een heemkundekring voor die zich daar heel sterk in maakt en daar intensief mee bezig is. Ja. Ja, maar je kan toch ook zeggen van hier heb je het hele pakje, zoek het maar uit, heemkundekring? Ja, dat kun je zeggen, maar dan ben je dus niet verantwoord bezig met archiefbeheer of in dit geval cultuurhistorische collectie. Ja. En daar heb je wel degelijk een verantwoording in als gemeente. Dus daar gaan we ook heel serieus mee om. Ja, is het nou cultuurhistorie of is het archief, hoe noem je het? Of zijn het zomaar plaatjes van Zomeren en Ast? Vooral Zomeren Lier op Zomer Eind, Zomer Rijden? Ja, als ik het heel formeel moet zeggen, dan is dit deels archief, deels collectie. En daar gaat dadelijk ook de discussie over van wat ga je wegdoen en wat ga je niet wegdoen. Je gaat geen foto's wegdoen, dat hoeft toch niet? Nee. Digitaliseren en klaar is Kees. Dat is niet mijn eerste optie, maar het RAC als zijnde de archiefbeheerder namens de gemeente Zomeren in Eindhoven, die ook een rol heeft in gevolgde archiefwet, heeft wel te maken met een vernietigingsplicht. En die kunnen ze ons opleggen, maar weer even formeel, de gemeente kan daarvan afwijken. Heeft ook die bevoegdheid om er vanaf te wijken. Maar dan moet het college een besluit nemen. Ons hebben Dree Remery en het Fonds van Heuvel, is het weer? Koos van Heuvel. Van niks foto's gemaakt straks als je gaat vernietigen? Nee, niet van niks. Want die foto's zijn nu digitaal.
Dus die blijven altijd aanwezig. Digitaal zelfs beter bewaard, denk ik, dan op papier als het erop aankomt. Maar we hebben daar nog wel gesprek over met het RAC. Ik ben nog niet zo ver om te zeggen, die gaan we allemaal weggooien. Dat gaat niet gebeuren. Maar je zou heel blij zijn met de Heemkundekring te vonden dat die mensen het allemaal voor jullie doen. Absoluut. Want anders had je het uit moeten besteden. Ik denk, als we in 2009, 2010, toen Wim Denen bij mij kwam met het verzoek om daarmee te starten, geweten hadden wat dat inhield, dan waren we er denk ik niet aan begonnen. Zoveel arbeidsuren zijn erin gaan zitten. En als de Heemkundekring dit niet op zich had genomen, hadden wij dat nooit voor elkaar gekregen. Of dat heel veel geld kost. Wie is er daar meest blij mee? Behalve de Heemkundekring. De gemeente ook, dat ze die spullen kwijt zijn? Nou, de gemeente is niet direct blij dat ze de spullen kwijt zijn. Maar de gemeente is wel blij vanwege het feit dat het fotoarchief straks deels een openbare collectie is die je via de website van het RAC kunt benaderen. Ja, dat kon eerst niet. Dus kon die naar jou toe zeggen, Harry, maak even foto's kijken van vroeger in de zomer. Ja, iedereen kon vroeger gewoon naar het gemeentehuis komen en die kreeg een album met een index en mocht op de bank gaan zitten om ze zelf uit te zoeken. En desnoods maakten we kopieën. Maar nu heb je dadelijk al die foto's digitaal en kan iedereen op trefwoorden gaan zoeken en zijn of haar gewenste foto uit die collectie gaan halen. En eventueel een print daarvan maken. Of als je hem wilt gebruiken voor andere doeleinden, zeg maar een boek, een illustratie of wat dan ook, dan kun je hem nog opvragen digitaal bij het RAC. Maar dan zitten daar kosten aan verbonden. Mag ik daar verstoren? Jazeker, jazeker. Johan, je kreeg de opdracht als Heemkundekring de Vronder om het archief van de gemeente zeg maar digitaliseren. Hoe ben je aan het werk gegaan? Nou, ze hebben eerst alles genummerd, toen alles gescand. Praat je over hoeveel foto's? Dikke 9000 foto's. Dus echt het exacte getal weet ik niet, maar ruim 9000 foto's waren ze toen ze begonnen. Ik was er toen nog niet bij, maar zo zijn ze begonnen. Ja. En daarna ben ik, toen zijn al die foto's moesten beschreven worden, want op al die kaart waar die foto's op stonden, stonden teksten. Daar hebben we nog wat informatie bij gezocht, want er zijn er mensen die leven die iets meer over een foto konden vertellen, want een foto heeft ook waarde als er ja, een verhaal achter zit. Omdat ik ook vrouw ook foto's ziet, mijn boerderij erop. Geen straat of zo, en is het wel fijn als je weet waar die boerderij heeft gelegen. En zo ook met andere objecten. Kijk, een kerk weet iedereen wel waar die ongeveer gestaan. Maar omdat die boerderij, ja, nogal wel op elkaar leek, is het wel fijn dat je weet, dat is die boerderij van die familie, die heeft er gewoond. Nou, dat hebben we allemaal beschreven. Het gaat genoeg mensen die alles wissen? Ja, nog wel, maar we moeten ook nog heel veel informatie achter. Maar dat kan altijd nog, want het is allemaal op computer. Het is een kwestie van inloggen en aanvullen. En we hebben dan nog tijd tot eind van het jaar. En dan is het nog wel, maar dan gaat het allemaal via RSC. Die vullen dan nog de informatie aan. Als iemand nog zegt van, oh, daar weet ik nog iets over, kan dat altijd nog, ja. Hoe lang ben je zelf hiermee bezig nou? Vanaf 2012. Dus je gaat heel zomer een leer op een de hei en de end voorbij zien komen? Ja, precies, ja. Dan even de boom het bos nog kwijt, of niet? Hoe noemen ze? De weg kwijt? Nee, het is wel zo, maar het valt wel op als je er ooit iets vertelt. En dan zeggen de mensen, hoe kan dat? Ja, dat weten ze oud ben ik nog niet. Maar ja, dan heb ik daarvan foto's. Dus dan kan ik ooit een situatie uitleggen die ik eigenlijk niet kan weten. Dat is wel ooit bijzonder. Maar heb je nou vanuit de gemeente heel veel foto's gezien die je nooit gezien had? Ja, 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 echt. Ik denk van goeiedag, was summer. Ja, het was eigenlijk maar een klein dorp, hoor. Als je eigenlijk zo van het begin af ziet en wat er daarna gebouwd is, ja, dat is echt gigantisch. Je denkt dat iedereen vroeger fotograaf was, maar dat was niet. Nee, dat was niet. En ik denk dat het maar goed is, want dan zouden we nog veel meer foto's te verwerken. Dus ik was blij dat ze vroeger mijn rolletjes van 12 of 24 hadden. Ja, waar gingen de meeste foto's over? Als je zo, ik zie je nou straten, ik heb van alles gezien ook. Ja, eigenlijk van alles, van de buitenwijken. Ik heb pas ook nog foto's gezien van de oude brandtoren en de bossen. Dat je echt de overzicht hebt van de zomerse bossen, zeg maar. Van de lierop van de hei, ontginning. Ja, eigenlijk heel veel dingen. Ja, het is echt heel gevarieerd. Als je oude foto's van zomer ziet, dan denk je van, is zomer toch een klein dorp geweest? Ja, echt. Het is echt. Dus dan denk je van, wat ik hier nou deze straat toevallig heb, spelen van straat. Als je dan zegt, waar nou Noord ligt, er lag niks, hè. Dat is gewoon, was gewoon weide. Ja. Dus dan kunnen we wel voorstellen dat dan eigenlijk al de rand van het dorp was. Ja. En dat was ook bij de Verhefstraat. Achter de Verhefstraat lag ook niks. Dus ja, kijk. Nou zie ik die andere mensen die helpen allemaal foto's sorteren. Wat doe jij dan precies? Nou, ik doe de eindcontrole. Of het beeld wat we dus lijfelijk hebben, of het ook digitaal ook echt aanwezig is met het nummer. Want dadelijk zie je deze foto en die heeft bijvoorbeeld nummer 023 77646.
En dan hoopte je ook, als je dadelijk een origineel opvraagt, dat je ook hetzelfde nummer krijgt. Dus het is ook zaak dat dit nummer overeenkomt met wat we hier hebben. En daarom controleer ik, want ik zie ook nog met nummer en zo, dat het toch, ja, het blijft mensenwerk. En ooit schiet er een nummertje weg, dat het toch ook wel even een foutje is. En dan corrigeer ik dat hier op de lijst, ja. Het volk zat. Is het verplicht of zijn vrijwilligers? Nee, er zijn allemaal vrijwilligers, ja. Ja, ik heb een noodkreet gezegd, ik zei, we moeten toch een keer dat project afronden, hè. Want dat loopt al, ik zeg, en... Ja, hoe gaan we dat doen? Dat kunnen we natuurlijk klein aanpakken, dat we elke week wat doen. Of we zeggen, we beginnen eraan. We laten thuis alles de boel. En dan gaan we in één keer helemaal doorwerken. En voor de laatste hebben we gekozen. Enerzijds omdat we een ruimte konden krijgen. Want je moet eigenlijk alles kunnen laten liggen. Zo weer beginnen. Dus hier de pastorie geworden. Dat was hier de pastorie geworden. Dus we konden alles mooi laten liggen. En dan twee rijen maken en dan productie, hè. Ja. Ja, productie zie ik, want ik zou er geen goeie voor zijn. Ik zou eigenlijk een foto een heel verhaal gaan vertellen of willen weten. Klopt. En dan ik hoor iedereen een stil hier. Je praat er niet over de foto. Nee, maar dat is over het algemeen dat gebeurt. Er wordt toch nog vaak over foto's gesproken. Ja. Maar dan werken ze gewoon door, hoor. Dus kunnen ook twee dingen. Ja. Maar dan praat ik aan daarna. Als ze allemaal gedigitaliseerd zijn, dan kun je er uren over praten. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Het is gewoon. Want straks kunnen we die foto's gewoon allemaal zien? Ja. Hoe werkt dat dan? Dus gewoon, je kunt ook via de Heemkunde, de site van Heemkunde, daar zat een link naar de beeldbank. En daar hebben we die een link gemaakt rechtstreeks naar het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. Maar je kunt ook naar de website van Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. En dan zoek je op beeldbank en dan de gemeente Zomeren. En dan krijg je alle foto's van de gemeente Zomeren. Ja, dan moeten we inloggen en dan kunnen we erin. Nee, dat hoeft niet in te loggen. Iedereen kan vrij zoeken. Nou, ik had mensen die alles beter weten, die denken van, dat is de verkeerde tekst of de verkeerde naam. Kan moeten we met die mensen? Ja, dat kan nog tot het eind van het jaar gewoon naar een mail sturen naar onze de Heemkunde. En dan komt dat wel bij ons en dan passen wij dat meteen aan. En dan daarna kunnen ze gewoon de informatie sturen naar Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en die doen dan de correcties. Ja. Ja. Nou, buiten deze opdracht, Johan, ben je al jaren bezig met foto's digitaliseren. Dan komen er dus heel veel dubbele foto's tegen, of niet? Ja, ja. Maar dat valt ook wel mee. Ik moet zeggen, ik heb er nog niet zo heel veel gezien. Want ik zoek een bepaald tijdsbeeld. Hè, want ik zag net, dat is twee keer het Wilhelminaplein. Maar dan zie ik in één keer daar nog vishandel van Onschot zitten. Maar dan zie ik ook nog een bakkerij Vinken. En dat heb ik nooit geweten. Maar toen was het toch anders. Dus er zijn wel panden wel veranderd. Andere ondernemers erin. En dan ziet waar van Onschot vroeger zat, is nou nog steeds eigenlijk de locatie waar Buk nou zit, hè, voorheen de Boemelaar. Dus er zijn toch locaties die hebben nog alles gewisseld, maar blijven toch nog op de plaats als zijn de horeca of café. Ja. Heb je juist de oudste foto gezien, 1895, en tot welke tijd loopt de archief? Dat is een goede vraag, zou ik zo niet weten. Jaren 70, jaren 80? Nou, ik denk wel tot 90, ja. Want daar heb ik ook al foto's van gezien, dus ik denk toch ruim in de jaren 90, ja. Hoe lang gaat het duren nog? Want hoe ver ben je nou? Nou, ik zit hier net op mijn blaadje kijken en je ziet, dit zijn de laatste. Als ik deze stapel heb, dan heb ik er 4.100 in zitten. En als ik even kijk, 4.325. En dan zitten ze er allemaal in. Dus we zijn nou op het eind van ons bewaarverhaal. Ja. En wat gebeurt er dan verder met die mensen die hier zitten werken? Ja. Zijn dan klaar met z'n werken? Nou, dan gaan we opvangregeling verregelen. En dat komt goed. We hebben nog bij de Heemkunde nog werk zat. Want we merken nu dat er ook foto's zo aangeleverd worden van mensen, van oud-tantes en opa en oma's. En zeggen ze van, ja, ik heb een hoop oude foto's, kunnen jullie er iets mee? Alleen dan moeten wij natuurlijk ook wat omzichtig mee zijn, dat we ook niet alles krijgen. Want mensen sturen ook ooit vakantiefoto's, maar foto's van vakanties, die zijn er zoveel. Die hoeven echt voor de gemeente Zomeren niet te bewaren. Maar voor de gemeente Zomeren, dat is altijd wel leuk. Dus, een foto van een bruiloft tot de jaren 50 dan... Nou, dat ligt eraan, want je hebt natuurlijk, dat wij onze foto's ook verdeeld hebben in topografie, hè, dus gebouwen, maar ook gebeurtenissen en ook maatschappelijk leven. En dan heb je toch eens een item dat je kunt zeggen, ah, zo leefden die mensen. Ik zag, gisteren had ik nog wat foto's hoe ze vroeger sliepen. En als ik dan naar het jaartal kijk, hè, dat was toch in de jaren, net na de oorlog, dan denk ik, nou, zo luk hadden de mensen ook niet, hè. Moesten ze ook nog, hadden ze stromend water, maar dan langs de muren, om het zo maar te zeggen. Echt erbarmelijke omstandigheden. En dan, als ik dat terugteken, is dat nog niet zo heel lang geleden. Hè? Ja,
Als je zo beluistert, dan vind ik het jammer dat als het project voorbij is. Ja, ergens is het wel jammer, maar ja, je weet dat je in ieder geval voor de computer kan zitten en mooi die foto's nog een keer door kan bladeren en kijken. Ik hoor juist in de wandelgangen, daar komt een tentoonstelling van deze foto's. Ja, dat klopt. We hebben gewoon van ieder kerkdorp, om zo maar te zeggen, een selectie gemaakt. En daar gaan wij, en ook vanuit de vier categorieën, topografie, maatschappelijk leven, gebeurtenissen en nog eentje, ben ik even kwijt. Maar in ieder geval van die vier dingen gaan wij ook een tentoonstelling organiseren. En dat is in het gemeentehuis. Dus dan kunnen die mensen in september ook nog een shot zeggen ze met de foto's van die wij allemaal hier gedigitaliseerd hebben en ingepakt. Maar toch niet één een dag, hè? Ik hoop toch wel langer. Nee, ik heb meer tijd nodig. Vanaf september tot en met het eind van het jaar is die tentoonstelling.